Voor de harde klap, waar ik het zojuist over had, is ook een aantal harde ingrepen nodig. En het gaat daarbij om zes afzonderlijke maatregelen die ingaan vanaf morgen. Zaterdag 30 nove 13 november, zaterdag 13 november, morgen dus zes uur s avonds, En die het aantal contacten per direct moeten verminderen. Ten derde gaat morgen een verplichte sluitingstijd gelden voor de horeca, voor winkels. En alles wat valt onder de niet-essentiële dienstverlening. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens zijn de horeca en de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, de zogenaamde essentiële detailhandel, gesloten. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.